Het Lalaroukh Museum heeft afgelopen vrijdag een lezing gehouden met als titel De Europese kolonisatiepoging van 1845, het waarom en de setting van toen. Ze deed dat in verband met de herdenking van 174 jaar Nederlandse kolonisatie in Suriname. De inleiding is verzorgd door Martin Loor, nazaat van de eerste Hollandse boeren. Hij heeft de geschiedenis van de boerenkolonisatie meer betekenis gegeven door verschillende facetten daaromheen en hun onderlinge samenhang in detail te bespreken. Hierdoor krijgt men een genuanceerd beeld van datgene dat zich in 1845 in Groningen voltrok, waarbij veel leed en ellende is veroorzaakt. Kortom, ik zal het dus niet hebben over de periode waar de boeren hebben gedaan nadat de kolonisatiepoging 1853 officieel als mislukt is verklaard. Hoe die mensen verder in hun levensonderhoud voorzien hebben en geïntegreerd raakt in de Surinaamse samenleving. Waar ik het wel over zal hebben, vindt u terug in de titel. Het gaat om een paar elementen van geheel verschillende aard, waarvan ik denk dat als je ze samen bekijkt, het bedoelde proefbedrijf voor landbouwers beter beoordeeld kan worden. En dan ga ik op die, wat ik noem, uiteenlopende elementen in. De algemene situaties in Nederland, ook in Suriname, in de periode van 1800-1845. De Nederlandse politiek met betrekking tot Suriname toen. De leider van de hele, bijna wil ik zeggen, expeditie. Nou, soms twijfel je welk woord je moet gebruiken. Dominee van de Brandhof. Wie was hij en hoe kreeg de kolonisatiepoging gestalte? Loor vertelde tijdens de lezing ook onder welke omstandigheden en met welke beloften, gemaakt door de Nederlandse regering, de boeren uiteindelijk naar Suriname vertrokken. Het plan, misschien moet ik liever zeggen een aantal beloften bij elkaar, behelsde het volgende. Het verlenen van een premie voor uitrusting, vrije overtocht en vrij levensonderhoud tot aan de plaats van bestemming. Een temporaire woning, houvast woning, zullen we straks zien, met de noodzakelijke huisraad en veldgereedschap. Verder dienden de kolonisten in het bezit gesteld te worden van enige huisdieren en moesten de nodige kostgronden beplant en in cultuur zijn gebracht. De kolonisten kregen de verzekering dat de gecultiveerde gronden in eigendom zouden worden afgestaan en dat er geen andere belasting geheven zou worden dan die de landbouwers in het moederland al hadden te dragen. Dus een mond vol aan beloften, waarvan uiteindelijk nauwelijks iets terecht gekomen is. Het was de taak van de leiders om de kolonisten uit te zoeken. Martin Loor, nazaat van de eerste Hollandse boeren, afgelopen vrijdag tijdens de lezing georganiseerd door het Lalaroukh Museum. De titel was De Europese kolonisatiepoging van 1845, het waarom en de setting van toen.